Het is weer vrijdag en we stappen weer het weekend in. En wat gaan we dit weekend doen? We gaan natuurlijk weer op zaterdagavond lekker uit ons bol in de kroeg. En de volgende dag zijn we dan weer helemaal kapot. Wat doen we dan? Dan moeten we wat vets eten. En voor u maken wij vandaag de Ultimate Anti-Kater Burger in Koken met Danny. Gaan we over naar het vlees van onze burger. Hier hebben we onze burger, 500 gram runderriplappen, 6 mm gedraaid door de slager. De burger ligt inmiddels in het springvormpje en wat we dan gaan doen is het plat maken en dat het langzaam tegen het wormpje aankomt van het springvormpje. Dus het gaat wat platter worden. We verspreiden het over heel het springvormpje. Dat zie je ook, hij wordt steeds platter, kleiner. Zo dadelijk kunnen we het dan aan gaan stampen. Nu kunnen we de burger dus plat gaan maken. Hebben we eventjes iets ronds om het eventjes wat platter aan te leggen. Inmiddels hebben we onze grill lekker warm laten worden. En heb ik de burger naast de grill gezet, zoals u hier kunt zien. Dan heb ik nog wat olie en wat hamburgerkruiden. En allereerst ga ik met de olie hem nog een keertje even lekker invrijven. Dat doe ik dus gewoon weer even zoals ik net ook deed op de burger. Dan doe ik er ook nog even wat hamburgerkruiden overheen. Over heel de burger. En wat ik dan ga doen, is het springvormpje losmaken. Dan zie je, daar is de burger. Nu gaan we de burger dus op de grill leggen. Pak ik hem onder een plasticje beet. Ga ik hem proberen om handig op de grill te leggen. Ondertussen ligt onze hamburger even lekker op de grill. En kunnen wij verder met het maken van ons geklutste eitje. Gaan we ons eitje klutsen. Pakken we 3 eieren. Doen we in een bekken. Zo, hebben we 3 eitjes in de bekken gedaan. En een gatje. Gaan we helemaal met het gatje roeren. Zo. Nu heb ik de spekjes, die heb ik klein gesneden. Die ga ik er dus bij gooien. En dan gaat er ook nog eens wat geraspte kaas bij. Ook dit gaan we weer even roeren. Hier hebben we weer een schone ingevette springvorm. En dan gaan we nu ons geklutste ei met spek en kaas met een penscraper in het bakvormpje doen. Wel dat we alles meenemen. Inmiddels is het tijd geworden om onze mooie hamburger die al een tijdje op de grill ligt om te draaien. In plaats van dat ik 1 henkje gebruik om 1 hamburger om te draaien, is dit best wel een grote burger. Dus ga ik er 2 gebruiken. Heb ik hem net al wat losser gemaakt, zodat hij iets losser van de grill komt. En dan is het moment dat je hem gaat draaien. Het blijft altijd moeilijk om een beetje de techniek erin te vinden. En dan hebben we hem omgedraaid. Inmiddels is onze burger klaar. Dat kun je hier zien. En je ziet ook als je een beetje dichterbij komt, zie je hier op de burger dat het begint te bloeden. Dat betekent dat hij medium is. Nou, zo willen we hem voorlopig hebben. Gaan we hem even op een bordje leggen. Hier hebben we al een springvormpje. We hebben alvast een bekken gepakt. In het springvormpje zit de omelet die we op de grill hebben afgemaakt. Nou, je ziet het. Hij is mooi plat. Mooi omeletje. Wat we nu gaan doen, is we pakken de eieren erbij. En we gaan weer wat eieren klutsen voor de bovenkant van de burger. Nou, we gaan dus 8 van die eieren in de bekken gooien. En dan gaan we het weer klutsen, zoals we het net ook gedaan hebben. Dan kunnen we zo dadelijk de hamburger helemaal af gaan dekken. Wat we nu gaan doen is wederom hetzelfde. We gaan weer alle kaas eroverheen gooien, mixen
Ondertussen kan ik de gebakken uitjes, die ik al heb gemaakt, mooie gemarineerde gebakken uitjes, en die ga ik verspreiden over het omeletje. Dus dat doe ik dan zo. Het zijn lekker veel uitjes. Verspreid ik een beetje over het omelet heen. Dan heb ik hier ketchup. En dit is heel belangrijk, want ketchup is natuurlijk een heel leuk ingrediënt voor op de burger. En dat gaan we er gewoon zo op doen. En nu is het tijd om onze burger op het omeletje van gebakken uien en ketchup te doen. Dus pak ik weer twee henkies. En dan leg ik hem erop. Dan zie je, de burger ligt op de springvorm. We gaan nu wat ketchup over de burger heen doen. Om het nog een beetje af te maken. En dan kunnen we de laag met eieren over de hamburger storten. Dan zie je, is de hamburger helemaal dicht. Het is nu tijd om ons springvormpje met de omelet die we er overheen hebben gedaan, nog de eieren op de grill te leggen. En dan gaan we er een bekken overheen doen. Dat doen we natuurlijk heel voorzichtig, omdat het allemaal wat te dreggy is. Leggen we op de grill en dan gaan we een bekken eroverheen doen. We zijn inmiddels een kwartiertje verder. Nu gaan we dus kijken of onze burger slash omelet klaar is. Hier hebben we de bekken op de grill. Het zal heel heet zijn. Het resultaat. Onze omelet. Ik ben nu de omelet aan het losmaken van de springvorm. En die kunnen we nu dus af gaan halen. Je ziet het. Ik heb even nog een beetje plakken, zorgen dat hij helemaal er vanaf is. En daar is onze omelet. Kijk alleen al naar de randjes. De hamburger is bijna niet meer te zien in de omelet. Gaan we over naar het moment suprême. Onze burger. De ultimate anti-cater burger. Hier ziet u hem. We hebben een mes erin gedaan. En het brood. Gewoon een boerenbroodje. Het brood hebben we belegd met wat Romeinse sla, tomaat, augurk. En natuurlijk hebben we het omeletje en de hamburger erop. Maar hebben we ook nog een mooi hamburgersausje erbij. En daarnaast is het een 3100 gram burger met ongeveer ruim 5000 calorieën gevuld. Een prachtige burger voor op uw zondagmiddag. Dit was alweer een aflevering van Koken met Danny, waarin we deze fantastische hamburger hebben gemaakt. Ik zie u graag volgende week. Vergeet niet te abonneren en naar onze website te surfen voor dit recept en vele andere recepten. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Koken met Danny.